Waarom moet je al je planten kwijt? Ja, ik heb een verzwaring door middel volle werk. Ik had er 20 jaar gewoon de meesten. En die bij hem die ben ik aardig gehad. Die advocado die is 18. En die al die anderen die hebben wel 40 jaar gehad. Maar ik ben blij dat ze een eigen goed plek krijgen en dan weten ze er wel verzwaring gaan. Dus een uitkomst van een plantenambulance? Ja, dat beslist. Ja, een goed idee. Ja. Ik heb trouwens hier bij kwekerij gewerkt, dan heb ik wat geleerd. En ik probeer zelf, in mezelf probeer ik wat dingen te doen. Ja. En we vragen naar de. Ga ik even verstand van de vrije dier, Dan start ik een beetje weer verstand van. Dus nou weer om de drachten? Ja, dan gaan we naar de drachten en dan zijn we op naaien in de groen gereden. Ja. Ja. Nou, doen we. Ja, doen we daar. Kees, weet ik, die rent altijd met een skerk in de bus en is altijd met plantjes bezig. En die had bij orenbedrijven ik met planten werken. En die had eigenlijk wel willen. Dus die combinatie van zoals kanden wijzen, dat mensen alles maar futsmieten of futsmieten matten. En de daaibesteding zeg maar voor Kees en de mensen. Krijg. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Dus tevreden dat het nou verstart is? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe dat zich ontwikkeld is en wat er nog meer eventueel kan. Hè? Maar ja, het is van alles mogelijk. En dan maar bellen de meesten. Ja. En dan zien we wat voor adres je wil krijgen. En je staat ook op Facebook? Ja, we staan op Facebook. Ja, ik weet het nummer net, maar... Ja. Daar ben je mee te vinden. Ja, daar ben ik te vinden, ja. En iedereen kan bellen die planten nodig? Ja, iedereen kan bellen die planten nodig hebben. En die ze kwijt willen, die kan ze niet bellen. Ja.